Vandaag in Deventer Nu. 4 mei was het in de eerste instantie om de doden te herdenken uit de Tweede Wereldoorlog. Verandering route stille tocht 4 mei. Het houdt eigenlijk in dat elk kind een eigen reisdocument nodig heeft. Kinderbijschrijvingen in paspoort niet meer geldig vanaf 26 juni. En mooi wonen. Ook dit jaar is er met dodenherdenking op 4 mei weer een uitgebreid programma in Deventer. Het programma is dit jaar anders dan andere jaren, met name de route van de Stille Tocht. Het andere is dat wij niet de Stille Tocht op de Brink beginnen, maar dat wij de Stille Tocht beginnen bij de 4 monumenten die wij in de stad hebben. Het Twentol Monument, het Verzetsmonument, Etty Hillesum aan de IJssel en het Indië Monument op het Grote Kerkhof. Daar beginnen wij en daar is ook een spreker en wordt herdacht. En daarna gaan we in Stille Tocht naar het Grote Kerkhof toe. Het 4 mei comité heeft bewust voor een andere aanpak gekozen. Het was al heel erg lang zo, maar wij vonden ook dat zowel het Indië Monument, dat Etty Hillesum monument, wat niet in de Stille Tocht betrokken was, meer aandacht mocht hebben. En dat we dus proberen dit jaar om het op zo'n manier te doen om voor die monumenten ook meer aandacht te krijgen. En mensen kunnen dan ook kiezen bij welk monument ze zich het meeste thuis voelen of waar ze een band mee hebben. En daardoor ook dan daar ook herdenken en niet alleen langslopen. Er is één grote herdenking op het Grote Kerkhof. Na de 2 minuten stilte worden het Wilhelmus en het Canadese volkslied gezongen. De kranslegging vindt plaats en er wordt voorgedragen. Er is een spreker, dat is de burgemeester. Er is koorzang. Er zijn Canadese veteranen bij. En na die tijd hebben wij een Deventer zanger met die zichzelf begeleidt. En die maakt muziek, wat past natuurlijk bij het 4 mei-comité. Dat is dus anders dan andere jaren, omdat het anders ofwel in de kerk of in het stadhuis was. Wij vragen de mensen om zelf een bloem mee te nemen, zodat ze die ook bij het monument neer kunnen leggen. En wij zijn bezig met een folder, die is bijna klaar. En alle mensen die hier komen, die krijgen ook een folder mee en over de mooie herdenkingsmonumenten die wij hebben in de stad. Zodat ze er iets meer van weten ook als ze naar huis gaan en misschien een ander jaar kunnen kiezen om op die plek ook te herdenken. Met de veranderde opzet wil het 4 mei-comité een bredere doelgroep aanspreken en motiveren. Ook moeten we meer stilstaan bij omgekomenen in huidige oorlogssituaties of vredesoperaties. 4 mei was het in de eerste instantie om de doden te herdenken uit de Tweede Wereldoorlog. Maar inmiddels zijn er natuurlijk veel meer slachtoffers uit andere oorlogen. En je moet ook, vind ik, zeker met de jongere generatie stilstaan bij alle geweld en oorlog wat er is in de wereld. Dus dat kan je niet alleen maar meer doen met de slachtoffers van de 40, 45, wat ik heel belangrijk vind trouwens. Maar ook de anderen erbij. En de jongeren zegt dat natuurlijk ook op dit moment veel meer. Na afloop van de herdenking is er koffie en thee in het stadhuis. Wilt u het exacte programma inzien met de vertrektijden vanaf de 4 monumenten? Kijk volgende week dan in de Deventer Post of ga naar www.deventer.nl. De Margrietschool heeft het Joodse monument geadopteerd. Op 12 april zullen leerlingen kransen leggen bij dit monument in het stadhuis. Iedereen is uitgenodigd om ook hierbij aanwezig te zijn. Volgens de Europese wetgeving zijn kinderbijschrijvingen in een paspoort vanaf 26 juni niet meer geldig. Vraag voor 27 april een reisdocument voor uw kind aan. Dan weet u zeker dat u het voor de zomervakantie in huis heeft. Het houdt eigenlijk in dat elk kind een eigen reisdocument nodig heeft. En dat kan dus zijn en of een paspoort of een identiteitskaart. Wat kies ik voor mijn kind, een paspoort of ID-kaart? De keuze is aan u. Het verschil zit hem in de landen waarvoor het reisdocument geldt en de kosten. Alle ouders en voogden van kinderen om wie het gaat, hebben rond 15 maart een brief gekregen. Kinderen moeten bij het aanvragen en ophalen van het reisdocument mee. Nou, ze moeten in ieder geval hun eigen ouders meenemen, hè, want kinderen dus onder de 12 jaar die hebben dus nog toestemming nodig van beide ouders. Voor een identiteitskaart en voor een paspoort is er dus onder de 18 jaar heb je dus toestemming nodig van beide ouders. Kinderen moeten ook meekomen, er komt een pasfoto van de kinderen bij. Het ministerie verwacht dat vanwege de grote toeloop de leeftijd van een reisdocument kan oplopen naar 6 weken. Kom daarom zo snel mogelijk.
dan weet u zeker dat u in de zomervakantie niet voor verrassingen staat. Wij adviseren het om voor 27 april aan te vragen. Dan kunnen dan is het in de zomervakantie, is het dus nog kader. Dan kunnen ze dus nog met vakantie. Wordt het na 1 mei aangevraagd, of althans na 27 april, dan gaat het over de zomervakantie heen. Dus heb je dus kans dat het paspoort dus of ID-kaart pas in september klaar is. Heeft u vragen? Wij helpen u graag. Neem gerust contact op met Publiekszaken, telefoon 140570. U kunt bellen op werkdagen van 8:30 tot 17:00. Op www.deventer.nl/digitaal leest u wat u bij de aanvraag moet meenemen. Ook op www.paspoortinformatie.nl vindt u informatie. We zijn in ieder geval ook dinsdagavond extra open. Daar werken we dus alleen op afspraken. En ja, door de week zijn we dus ook geopend. En het is ook altijd makkelijk om een afspraak te maken. En dan ben je ook, als het goed is, zo snel mogelijk aan de beurt. Het is wel de bedoeling dat wij mensen binnen 5 minuten helpen. Eenmaal woont, wil niet meer weg. Het is heerlijk wonen met de gezellige binnenstad. Het Sallandse groen. De Blauwe IJssel. En alles op fietsafstand. Zoekt u een nieuw huis? Kies uit het gevarieerd aanbod van nieuwe woningen en kavels. Bijvoorbeeld in de Vijfde Hoek. Het Havenkwartier. De Wijtenhorst of Villa Park Eikendal. Dorps- of stadswonen, qua woonomgeving en type woning is er voor elke wat wils. Altijd met voorzieningen om de hoek. Wonen in Deventer is waar voor je geld. En je eigen woonplek vinden. De Vijfde Hoek is het laatste stukje Vijfhoek dat gebouwd gaat worden. De Vijfhoek wordt een totale wijk van 4600 woningen. En de Vijfde Hoek is het laatste deel waarin totaal circa 400 woningen worden gebouwd. Als je een onderscheid wilt maken, dan moet je 2 delen onderkennen. Spijkvoorde Hout en Spijkvoorde Enk. Die 2 tezamen vormen de Vijfde Hoek. En dat is bij elkaar 385 woningen. Spijkvoorde Hout, dat zal bestaan uit 85 kavels waar particulieren een kavel kunnen kopen en daar hun eigen woning op kunnen bouwen. Het andere deel, Spijkvoorde Enk, zal bestaan uit wat we noemen projectbouw. En dat zijn voornamelijk sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en vrije sectorwoningen. De kavels in de Spijkvoorde Hout die zijn tussen de 450 en 1100 vierkante meter. Het merendeel bevindt zich tussen de 600 en 800 vierkante meter. Spijkvoorde Hout is een ruim opgezette vrije sectorbuurt. Die zal bestaan uit hoogopgaand groen en heel veel groen op de kavels, heel veel ruimte om te leven. Er komen voorzieningen in de buurt en die zal bestaan uit de katholieke basisschool De Vijver. Er wordt een schoolvoorziening gemaakt van circa 20 klaslokalen en een buitenschoolse opvang. Die zal worden geëxploiteerd door Raster. In de periode van 2012 tot 2017 zal het hele plan worden gerealiseerd. Dat betekent dat we het hele plan in fase gaan uitvoeren. Maar uiteindelijk duurt het tot en met 2017 dat het hele project is uitgevoerd. Ik ben geïnteresseerd in wonen en werken in het havenkwartier, omdat het eigenlijk een unieke plek is. Het is een oud havengebied die echt nog de robuustheid heeft van een echt havengebied. Eigenlijk verdwenen in vele steden, maar hier is dat nog aanwezig. We hebben een hele mooie werkplek op dit moment en ik zou hier ook graag willen wonen. Ik heb me ingeschreven voor wonen in het havenkwartier, aan de Meester de Boerlaan, of eigenlijk achter de Meester de Boerlaan, de kant van de haven. Dat is een zogenaamd atelierwoning en ik wil daar gaan wonen met mijn gezin. Ik kan het havenkwartier omschrijven als een plek waar veel mogelijk is. Waar een combinatie van wonen, werken, cultuur en vrije tijd gaat plaatsvinden. Festivals, een podium Willy waar een programmering is. Ja, je kan je eigen droom eigenlijk realiseren voor wat betreft het wonen. Je mag hoog bouwen, je mag je eigen architect kiezen. Je bent redelijk vrij qua bestemmingsplan. Dat zijn voor ons allemaal hele interessante dingen die het havenkwartier biedt.
Daarnaast zit je dicht bij de snelweg, je zit dicht bij de stad, dicht aan de overkant van de rivier. Dus eigenlijk allemaal hele prettige voorwaarden. Nou, wij vinden het zo prettig wonen in Diepeveen, omdat het zo'n mooie landelijke omgeving is. Het is lekker rustig en de mensen zijn vriendelijk. Ja, in Diepeveen heb je fijne scholen voor de kinderen. En ook de middelbare scholen zijn vlakbij in Deventer op een paar kilometer afstand. Dat was voor ons belangrijk. We hebben gekozen voor Villa Park Eikendal vanwege de mooie ruime kavels. Want dan konden we het huis bouwen van onze dromen en samen met een zwemvijver. En daar heb je ook wat ruimte voor nodig. We hebben voor een kavel gekozen, omdat we dan echt invulling konden geven aan hoe wij de ruimte ook binnen in het huis graag wilden zien. En dat kan hier. We hebben deze kavel gekozen omdat die aan de rand ligt van het villapark, vanwege dus het mooie uitzicht ook over de landelijke omgeving. Ja, de huizen hier komen uiteindelijk in een eikenbos te liggen. Dat zal nog wel duren voordat die echt groot zijn, maar in ieder geval geeft het een coherent karakter aan het geheel. Het wordt een echt wijkje daardoor. Je kunt een rijwoning krijgen, je kan er een tweekapper krijgen, je kan er een vrije kavel krijgen. Zowel koop als huur. Dus er is veel mogelijkheden om daar een huis te vinden waar je je dromen kunt realiseren. In de Bijtenhorst komen in totaal 103 koopwoningen en 50 huurwoningen. Die worden gebouwd door Koopmans. Dat is een ontwikkelaar bouwer die daardoor de gemeente geselecteerd is daarvoor. In de Douwelen Leiden komen in totaal 57 koopwoningen en 8 huurwoningen. In totaal worden er 44 bouwkavels verkocht door de gemeente. En in de Bijtenhorst zijn er nog 9 te komen. Voor deze kavels geldt wie als eerst komt, wie als eerst maalt. De Bijtenhorst Douwelen Leiden is voor heel veel mensen geschikt om te gaan wonen. Het is met name interessant voor mensen die graag dicht bij de stad willen wonen, bij de stad Deventer, bij de stedelijke voorzieningen. Maar die graag als ze thuiskomen in een dorpsomgeving willen wonen, waar mensen de buren nog kennen, waar de kinderen fijn buiten kunnen spelen, zonder dat er allerlei verkeer in de buurt is. En het is ook heel geschikt voor mensen die graag een eigen droomhuis willen realiseren op hun eigen bouwkavel. We zeiden het al in het begin. Wie hier eenmaal woont, wil niet meer weg. Wonen in Deventer is waar voor je geld.